vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, heeft vanmorgen op de Christiaan Davidschool het startsein gegeven voor het project Trotse Surinamer. Dit houdt in dat op diverse scholen banners worden geplaatst met een korte, maar vooral zo simpel mogelijke uitleg over de Surinaamse vlag, het wapen en het volkslied. Zo kan de jeugd al op jonge leeftijd informatie over deze drie zaken lezen en tot zich nemen. Dit jaar zijn 15 scholen voorzien van een banner en vlag, maar de bedoeling is dat meer scholen het materiaal krijgen. Er is ook een Facebookpagina aangemaakt om de beweging ook op social media te starten. Bouva wil op deze manier ook werken aan de idealen van onze vlag, wapen en volkslied, namelijk vaderlandsliefde, eenheid en progressiviteit van de Surinamers. Hij zegt dat hij al een hele poos het idee had voor dit project. Als sinds mijn periode inderdaad als voorzitter van het jeugdparlement heb ik vaker gesproken over vaderlandse liefde en het belang om dat vooral bij de jeugd te stimuleren. We hebben daarom in 2005, de eerste keer na 1975, het initiatief genomen om de mensenvlag te organiseren met ruim 7000 jongeren. Daarna heb ik ook altijd gezegd dat ik zal blijven werken om liefde voor ons land, respect voor onze vlag, respect voor onze nationale symbolen, om dat hoog in het vaandel te houden en vooral bij jongeren te stimuleren. Het parlement heb ik ook vaker over gesproken. Als lid van DNA, maar nu als verantwoordelijkheid als vicevoorzitter, weet je dat je nog meer moet doen, kan doen, maar ook moet doen om te doen wat goed is voor het land. En dit is een van de projecten die ik op persoonlijk initiatief ondersteun door een team van jonge Surinamers. Je hebt de voorzitter van het jeugdparlement gezien. Het jeugdparlement was er vanaf het begin bij, zei ik al. Andere vooraanstaande jongeren, mensen met wie ik jarenlang heb gewerkt, van fotograaf tot ontwerper, iedereen die wil ondersteunen, behoort tot het team Trotse Surinamers, het projectteam Trotse Surinamers. En zo hebben we dit neergezet. Nadat het verzoek is gekomen van enkele scholen in een hele korte tijd, maak ik een vlag, want mijn vlag ziet eruit. Ik zeg, het gaat niet alleen om een vlag. Laten we het breder trekken, ons land is straks onafhankelijk. Ik heb toen dit bedacht om in een breder kader, niet alleen maar de vlag, maar ook de betekenis van de vlag, de waarde van ons volkslied, maar ook de betekenis van ons wapen in een kader te brengen van liefde, respect en waardering voor onze nationale symbolen. In het belang van de liefde die we moeten hebben voor het land om daarmee verder te werken. Kelvin Konicki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, heeft ook zijn bijdrage geleverd aan het project. Hij geeft aan trots te zijn met het initiatief. Wij vinden dat de jongeren van Suriname, zeker de vlag, de wapen en ook het volkslied, het verhaal erachter moeten kennen. Hoe lang is het geduurd om dit project eigenlijk in elkaar te zetten? Het is heel makkelijk gegaan, omdat de protocolaire zaken al zitten binnen het bestuur. Zoals u weet is het Nationale Jeugdparlement bestuurlijk, we functioneren op bestuurlijk niveau. En ook de Nationale Assemblée is een zeg maar bestuurlijk orgaan. Dus om de protocolaire zaken over te dragen, dat gaat heel makkelijk. Kelvin Konicki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Hij heeft vanmorgen samen met DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva op de Christiaan Davidschool het startsein gegeven voor het project Trotse Surinamer. Telesuur heeft ook een financiële bijdrage geleverd aan dit project.